Elon Musk en Stephen Hawking ook, dat zijn natuurlijk mensen tegen wie ik ook opkijk. Stephen Hawking is ook fantastisch als het gaat over zwaartekracht en zwarte gaten. Vertrouwt die man blind, maar het is geen computerwetenschapper. Dat is wel de reden dat ik nu ook de Nationale AI-cursus ben gestart, om in ieder geval op zoek te gaan naar de feiten.